Ik heb besloten om een plafond te maken met vierkante plaatjes van 60 bij 60 centimeter. En ik denk, nou maak ik een rond kantje eraan. Zo'n afgerond kantje in het vierkant. Leek me wel leuk. En nou, dan heb ik hier zo mijn freesmachine. Die ik zo in de werkbank kan zetten. De bankschroef. En dan heb ik een afrond freesje op staan. Maar nou bleek, als ik dat er nou zo doorheen wil halen, dan, ja, dat ging niet erg lekker. En die kant, die is dan gezaagd. Dus eigenlijk moet je dat eerst schuren, dat die glad tegen dat freesje aankomt. Er zit geen wieltje op, dus ja, dan, als je dat even stilhoudt, dan gaat die inbranden. Maar ja, die plaatjes ga ik toch verven. Dus dat geeft niet zo erg. Maar het bleek toch dat het allemaal niet zo handig ging. Want die plaat heb je tot de helft onder controle. En dan moet je hem loslaten. En dan sta je er anders voor. Of je moet vanaf de andere kant weer trekken. Dus het gaat allemaal niet zo. Toen dacht ik, ik maak twee plankjes erop. Dat hij een soort gleufje krijgt. Waar ik hem onder kan begeleiden. Dat leek wel leuk, maar dat wilde ook niet helemaal lukken. Want dat moest je toch, werd het een beetje hobbelig. En je hebt hem niet onder controle, zo'n plaat. En dan moet je het naschuren. Nou, ik denk, ja, dan kan je het net zo goed met de hand doen. En dat ben ik vervolgens dan ook gaan doen. En dan heb ik een paar plaatjes gedaan. Ik denk, ja, dat handwerk is waarschijnlijk net zo snel. Omdat je maar in één keer schuurt. Ik haal even dit eraf. Dus zo'n freesmachientje, ja, leuk. Maar dat laat ik even, toch even in het midden. Dat ga ik toch even weghalen. Nou hoor ik natuurlijk al mensen roepen van, ja, maar dat moet je met een kantenfrees doen. Met zo'n kleintje, zo'n langwerpige. Die heb ik wel, maar die heb ik geprepareerd om voor freeswerk, voor scharnieren in te frezen. Dus die ga ik nou niet ombouwen om even zo'n kantje eraan te maken. Ja. Nou, maar ja, je moet zo'n kantenvrees gebruiken om de kanten af te halen. Het zou best kunnen dat als ik zo'n je hebt er eentje van Vestool. Die heeft speciale vreesjes er ook voor. En er zitten waarschijnlijk wieltjes aan. Ja, het kost ook wel weer een vermogen van investeren in een nieuwe vreesmachine. Maar dat ga ik natuurlijk weer even niet doen. Dus ik denk, ik ga dat. En nou heb ik verschillende schaafjes even om een kantje eraan te schaven, heb ik geprobeerd. En nou had ik pas dit super deluxe kleine schaafje van 100 euro laten zien. Heel een hebbeding. Ja, ik vond het. Ik heb hem weer in de cadeauverpakking ingepakt. Ik dacht, genomen. Maar dan was ik hier met dit multiplex aan het schaven met mijn schaafje waarvan ik dacht, nou, die ligt lekker in de hand. Maar dat ging toch ook niet helemaal, want je hebt kopse kanten en je hebt met de nerf mee schaven. Met de nerf mee gaat dat allemaal prima, dan kan je hem recht houden. Maar ga je nou op de kopse kant, als het ware, en dan moet je hem ook schuin houden. Dus daar was dit schaafje ook weer niet ideaal voor. Maar niet voor één gat te vangen. Ik had nog meer schaven. En deze iets grotere van Stanley. Die moest je ook wel schuin houden. Maar die was weer te zwaar. Dus toen dacht ik, weet je wat, ik ga mijn super deluxe schaafje nog weer eens uit de cadeauverpakking halen. En ik ga hem eens uitproberen. En wonderwel, is dit schaafje toch wel het lekkerste daarvoor. Ja. Je kan natuurlijk, als je geen schaven hebt, niet iedere keer naar de winkel lopen. Jongens, pak eens even schaven, kijken welke het lekkerst is. Ik heb natuurlijk een hele leuke voorraad. Eigenlijk een beetje het hobby. Maar ik heb ze wel, dus ik kan het uitproberen. Dus voor dit geval, van dat multiplex kantje eraan, is dit een heel licht en handzaam, net een tussenmaatje, waarvan ik net prachtige kantjes aan dat multiplex kan schaven. Maar er zit hier aan de onderkant dus een stukje zool. Die kan je met deze schroef instellen. Maar als je hem dieper
die beitel dieper doet, dan blijft hier geen opening meer over. Dus ik heb hem er even uitgehaald. Ik heb hier met een veil die opening iets groter gemaakt. En nou doet hij het. Nou kan de, want het is veel grover dan waar die voor gemaakt is, heb ik nou ingesteld. En nou, hij ligt lekker in de hand. Het is net geen zwaar ding. En hij is groot genoeg om een beetje schuin te houden. Dus als ik hier nou dit kantje, dat loopt die nerf loopt zo. Dus die moet je schuin schaven. Zo. En niet zo, want dan gaat hij rubbelen. Dus je moet hem schuin houden. En dat kan met dit schaafje nou ideaal. Dus ik heb het schaafje toch niet voor niks gekocht. En dat kom je pas achter als je in de praktijk tegen die problemen aanloopt. Kijk, heb ik nou genoeg? Want ik sta het nou even uit de hand te doen, dan sta ik dan op die stapel. Dat is veel handiger, maar ik wil het voor de camera doen. En naarmate je natuurlijk een grotere kant hebt, en ik heb mijn bril ook weer niet op, maar nou voel ik het even, en moet hier nou een beetje. Nou, zo vier keer of zo ga je er langs. En dan pak ik mijn kleine handschaafje die ik speciaal in de winkel heb uitgezocht, waar ik die bek ook groter gemaakt heb met een dremel. Dat heb ik op een timmertip laten zien. En die staat wat fijner afgesteld. En dan haal ik dat scherpe kantje van wat ik net geschaafd heb even weg. Dan wordt hij al een beetje rond. En dan de laatste handeling is het schuurpapier. Korrel 100 geloof ik. En dan haal ik hem zo in de hand. Want dat is wel, daar wordt hij lekker rond van. Want mijn hand is gewoon rond van binnen. In mijn handholte. Dus dat even. Het is niet zo'n hard hout. En dan ziet hij er keurig uit. Dan is hij geschaafd en klaar om geverfd te worden. Maar ik heb hier alle vier de kanten gedaan. Nee, deze nog niet. Zo. Kijk, dit is, hier loopt de nerf zo. Dus dan kan ik hem gewoon recht houden. En ik doe dat ongeveer vier keer. Dan is die, en dan pak ik mijn kleine schaafje om even dat kantje weg te halen. Dan hoef ik minder te schuren. Hier ook nog een beetje. En mijn schuurpapiertje. Dan moet ik even mijn bril op. En je ziet, oh hier. Want ik moet het wel kunnen zien. Nou, ik heb een stapeltje te doen, maar dat is een leuk werkje hoor, als je niet te lang achter elkaar doorgaat. Dus dat freeswerk en ja, je kan met een klein bovenfreesje, zo'n klein kantenfreesje zal het misschien ook lukken. Nou, dat is ook nog de vraag, want je moet wel een kantenfreesje hebben met een wieltje. Maar je moet die platen dan wel van tevoren schuren, dus het is eigenlijk een omweg met een machine. Dit, als je de goede schaven hebt en een goede instelling, lopen ze zo langs. En af en toe een nieuw schuurpapiertje pakken. Dus, wat is de moraal van dit verhaal? Dat is, als je de keuze hebt om het te proberen, dan pas kom je erachter welke schaaf of welk stuk gereedschap nou ideaal is. Maar heb je niet veel gereedschap, dan zou je het moeten doen met de dingen die je hebt. En dan zal het misschien iets minder snel gaan, maar met dit kleine schaafje kan het ook. Of met een ander willekeurig schaafje. Want dit is een dan ook iets grotere maat. Hier lukt het ook mee, als je hem goed instelt. Tuurlijk. Maar wil je helemaal echt met plezier werken, en het is een grote stapel, dus ik wil graag met plezier werken, dan heb ik hier toch mijn twee ideale schaafjes om dat ermee te doen. En soms weet je dat niet van tevoren, want dit heb ik op de gok gekocht. En ik dacht, nou, dacht ik nog, nou, leuk en kleurrijk en
ziet er heel mooi uit. Maar dat... Maar het heeft toch een functie. En dan zit ik toch stiekem in mijn achterhoofd te denken... zou ik die hele dure schaaf ook nog kopen? Maar ik vind hem nog steeds te duur. Het zal misschien wel nog lekkerder schaven als die anderen die daar staan. Maar vind ik hem nog te duur. Maar dat is een ander verhaal.